Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Boven Engeland wolken en boven ons land lijken er niet zoveel wolken, maar niets is minder waar. Er is laaghangende bewolking vanochtend, af en toe breekt de zon door en in Overijssel valt een enkele bui. Er staat weinig wind. Vanmiddag breekt op meerdere plaatsen de zon af en toe door, maar er ontstaan ook meerdere buien met kans op onweer. De temperatuur loopt op naar 24 tot 25 graden en de wind trekt aan naar een windkracht 4. Vanavond kunnen er ook nog een paar buien vallen en de temperatuur daalt naar 19 tot 21 graden, maar van het westen uit wordt het geleidelijk aan weer droger. Morgen is opnieuw een wisselvallige dag met veel bewolking, vooral in het midden en zuiden van het land. En er kunnen ook veel buien vallen. In het noorden lijkt het allemaal wat droger te worden. De temperatuur ligt morgen tussen de 21 en 23 graden en dat is minder warm dan we gewend zijn. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn ook wisselvallige dagen met soms een bui, maar toch ook wel enige ruimte voor de zon. En met 21 tot 23 graden blijft het aangenaam warm. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.